I talk what I'm saying, man. Maar je weet een beetje afstand. Nee, oké. Wat zou je doen met 30 miljoen? Ja, dat is een vraag. Bij de zaalvoetballers van TPP Rotterdam speelt tegenwoordig een heuse YouTube-ster. Regino Resida, alias Rarko. Hoe heet ik? Rarski. Ik heet Rarko, man. Oh, Rarko. Hij zit al jaren bij TPP, maar sinds dit seizoen heeft hij een eigen YouTube-kanaal en dat wordt heel goed bekeken. Opvallend voor iemand die eigenlijk helemaal niet graag voor de camera staat. Ik weet toch, die camera is scherp. Het is moeilijk voor mij, maar... Je houdt niet van de camera? Ik hou er wel van, maar zo is moeilijk voor mij. Ik kan niet goed, weet toch? Die interviews, zo vind ik moeilijker. Terwijl als ik dit doe met jou, vind ik het beter voor mij. Dus je moet eigenlijk de rol omdraaien? Ja, dit is niet zo. Maar als je op Centraal komt, kan ik je wel aanspreken. Maar dit interview, ik krijg een beetje warm. Een beetje. Je gaat vloggen. Nee. Messi, hoeveel dat ik denk dat... What? Hoeveel dat ik denk dat Messi... Wat je hier? Hoeveel dat ik denk dat Messi zou... Broer, hey, zo! En En zo naar Rarko! Volgend YouTube, je weet toch? En zo naar iedereen, en zo naar deze teammates allemaal, je weet toch? You have in your life, but yeah, it's dead. Ah, hey broer, ik heb er geen zin meer in. Hey, thanks, mijn Engels, I don't have zin meer. Hoe zeg je het Engels? Ik ga iets vragen. Ik zeg eerlijk, ik kan geen Engels. Ik kan het gewoon niet, het is moeilijk om te praten. Ik kan het wel verstaan, maar terugpraat, ik probeer het gewoon. En van daaruit stel ik gewoon vragen op Centraal. Bijna al zijn filmpjes worden meer dan 100.000 keer bekeken en zijn trainer is één van de kijkers. Ik moet er zelfs soms ook om lachen. Dus ja, ik merk het ook hoor, tijdens de wedstrijd als we ergens aankomen dat hij overspoeld wordt met fans en jongetjes. Is het zo erg zelfs? Ja, het is niet normaal. Na de wedstrijd komen ze allemaal het veld op en willen ze allemaal foto met hem en op de snap of noem het maar op. En dat is niet alleen maar positief, want tegen het knooppunt passeert Marba zijn vaste basisspeler Resida, omdat hij zich tijdens wedstrijden te veel af laat leiden door het publiek. Zij doet het niet bewust of zo. Ze roepen hem en hij wil toch iedereen te woord staan. En hij wil iedereen tevreden houden. En dan heeft hij ook aangegeven, joh, ik wil ook niet dat ze denken van hoge dunk en hij heeft een YouTube kanaal klaar. Hij reageert niet meer. Ik zeg, maar je bent bezig met de wedstrijd. Ik bedoel, ik zie Hakim Ziyech tijdens de wedstrijd ook niet met het publiek praten. Ik zeg, en dat is een grote ster. Ik zeg, en dat moet jij gaan leren. Ik heb haast nog nooit iemand zo erg zien balen als die op de bank moet zitten. Ik word helemaal gek, man. Ja, is een keuze van de trainer. Maar ik heb geleerd, nu voortaan, mensen, na de wedstrijd ga ik met jullie praten. Tijdens de wedstrijd ben ik gewoon gefocust voor het 3 punten voor TPP. Pas 10 minuten voor tijd mag hij invallen bij een 3-1 achterstand. Als ik erin kom, ik wil alles geven, weet je toch? Je ziet gewoon, ik kom erin, ik creëer kansen. Het lukt TPP om tegen topploeg het knooppunt uit Amsterdam terug te komen tot 3-2 door een doelpunt van Thierry Shaw. Om de gelijkmaker te forceren gaat TPP met een meevoetballende keeper spelen, maar dat pakt niet goed uit. Het wordt uiteindelijk 5-2, waardoor TPP middenmotor blijft. Je moet gewoon risico nemen. Als je scoort, maak je 3-3. Volgens mij 3-3. En als je mist, ja, wordt 4-2 en dan gaan we kopslaat houden. Bij vandaag speelden we wel een goede wedstrijd. Zat er meer in, ja, volgende keer beter.